gebracht. Een stoomfiets. Nee, jongen. Dat is een rijwiel met een hulpmotor. Of terwijl een zogenaamde brommer. Hoe kom je daar nou aan? Gewoon gekocht bij de bromfietsdealer. Nou, dat zal wel een paar stuivers kosten. Och, het is een kwestie van beleidvol investeren. Jij altijd met je dure woorden. Ja, stil maar. Ik zal het je wel uitleggen. Kijk, wat heb tante ons gegeven toen ze weer terugging naar Amerika? Nou, 500 en... Juist, $500. En wat moet je daar nou mee doen? Nou, natuurlijk opsparen in onze spaarbig. Nee, jongen. Dat is nou juist niet wat je ermee moet doen. Kijk, geld moet rollen. En hoe kan geld nou rollen? Je steekt je geld in een bromfiets. En met een bromfiets in je hand rol je door het ganse land. Dus je gaat ermee rijden. Natuurlijk. Goed. Idee, zegt. Maar het, weet jij wel hoe dat moet? Dat is geen probleem. Kijk, ten eerste, men opene de benzinekraan. Ten tweede, een choke uittrekken, de gashandel iets opendraaien. Nou, en dan ten derde, even aantrappen. Dus, je moet het tegenschoppen. Nee. Dat doe je door de pedalen met je voeten in beweging te zetten. Wat weet jij dat goed, zeg. En het is ook belangrijk dat je, zoals ik, de verkeersreglementen onder de knie hebt. Geweldig, zeg. Dat lijkt me helemaal moeilijk. Nou... Dan zal ik jou eens een andere heel moeilijke vraag stellen. Kom maar op hoor. Wat moet je doen met je hand als je de hoek om wil gaan? Nou jongen, dit is helemaal geen moeilijke vraag. Dat behoort toch tot de grondbeginselen? Nou, zeg op dan. Nou. Gewoon je stuur omdraaien. Hoei. Oh, wat goed zeg. Maar het... Waar wil je nou naartoe met dat ding? Tja. Eens kijken hoor. Daar heb ik eigenlijk nog niet aan gedacht. Nou, eerst is een blokje om. Wat zeg ik? Ik durf wel de hele stad door. Oh ja, jij kunt veel verder dan naar de stad. Dat is een idee, zeg. Uiteindelijk heb je zo'n ding om er kilometers mee te maken. Ik maak gewoon een tournee door ons land. Nou, waarom zou je niet ook naar België gaan? We hebben nog een neefje in Brussel. Je weet wel, die heet ook Manneke. Ja, Brussel. En denk eens aan Parijs, Rome, Madrid. Jij wordt nog eens een echte wereldreiziger met die brommer. Maar zou ik er wel geschikt voor wijzen? Nou, natuurlijk. Natuurlijk, man! Jij weet alles van vervoertuigen, van verkeersregels. Jij bent toch voorzichtig in het verkeer? Nou, als er iemand te vertrouwen is op zo'n brommer,
Dan ben jij het wel. Juist. En om te beginnen gaan we een ritje door het centrum van de stad organiseren. Nou, mag ik Sane Majesteit manneke verzoeken achter mijn plaats te nemen op deze fonkel spikspollende nieuwe bebrommet. Nou, kom op jongen, spring er nou op, hè. Bedoel je dat ik bij jou achterop moet? Niet dat ik jou niet vertrouw, maar bij jou achterop. Je bent de bovenste, beste bestuurder van Brommers, maar gewoon, ik durf niet bij jou. Ik ben manneke en ik ben kanneke. Wij zijn de mannekes van Vlokuit. Brommen kan hij heus wel zeggen. Heel betrouwbaar op de weg. Ja, dat zegt hij aardig hoor. Zijn vertrouwen stelt niks voor. Ik ben manneke en ik ben een kanneke. We zijn de mannekes van Vlokken. Nou, dan verkoop ik hem maar weer.